Ja, hij is gewoon, dat is hij, de vlees geworden Houdini. Beste vrienden, ja, Mark Rutte. Ja, maar kijk, degene die nu alleen maar meestal eigenlijk alle schuld krijgt, de kakelende, ja, die is dus constant de pineut. Maar, en die Rutte, die ontspringt constant die hele vrolijke dans. Ja, die fietst overal tussendoor. En ja, ze noemen hem dan ook niet voor niks Mr. Teeval. Maar Mr. Teeval is eigenlijk Mr. Houdini. Hij ontsnapt altijd aan alles. Ja, en ik weet, ja, wat heb je gezien bij die beschouwingen? Die hele kamer. Die komt van alle kanten, komen ze met, hé, die waren er klaar voor, hè, met al hun kritiek van de afgelopen tijd, hè, wat wij ook allemaal besproken hebben. Dus je denkt bij jezelf, nou, daar zal hij toch niet mee wegkomen. Heb je iets gehoord, heb je iets gemerkt? Moeiteloos fietst hij overal doorheen. En moeiteloos een babbeltje. En even dit, en hij pareert even dat, en hij heeft overal zijn antwoordje klaar. Ja, eerlijk is eerlijk, dat is ook een kwaliteit, vrienden. Dat moeten we gewoon toegeven. Ja, want heb je hem nou ook weer gezien? Ja, ik wil alleen maar zeggen, als je hem dus helemaal vastbindt, hè, zo, en allerlei kettingen, dat bedoel ik met Houdini, en helemaal zo, helemaal eromheen, hij is in een grote ijzeren doos, stop hem, kist, en daar doen we ook weer allemaal dingen omheen, en dan denk je bij jezelf, nou gaat hij echt niet meer ontsnappen, hè? Nee, en dan, hup, 30 seconden later staat hij zo achter je. Hey, tada! Daar staat Mark weer. Ja hoor. Is hij weer ontsnapt? Wat heb je hem nou gezien? Bij op 1. Ja. En dan wordt tegen hem gezegd. Ja, maar je was er niet. Je was onzichtbaar, Mark. Toen het hele Nederland in brand stond. Toen was jij er niet, was je niet te zien. Toen gaf ze, ja, mensen hadden behoefte aan een woord of aan een troostend woord of aan een beetje visie of wat dan ook. Maar je was er niet, je was onzichtbaar. En dan zo'n antwoord, hoe die daar gewoon mee wegkomt. Ja, dan zegt hij, nou ja, daar heb je wel een punt. En dan, hup, en dan, en die kokkelman, weet je wel, die denkt, nou, daar heb ik hem. Hij heeft hem helemaal niet, want hij, ja, dan heb je al een punt. En misschien. En, maar goed, en daarom, Sven Kokkelman, daarom zitten we hier dan, zegt hij dan weer met een glimlach, om dit soort dingen te bespreken. En daarmee is het onderwerp weg. En begint hij weer over wat een staatsman die is en hoe die Europa ingaat. En dat hij even met Zelensky even dit en dat bespreekt. En daar en in Brussel en noem het allemaal maar op. Dat is nou Mark Rutte. Ja, de grote Houdini. En als je dat in je hebt, als jij of ik dat zo'n Houdini kan zijn. Ja, dan kan je ook heel lang premier zijn van Nederland.